Ik zie dat de rest helemaal klaar zit om te beginnen. Dus ik stel voor dat we inderdaad van start gaan. Ik ga eerst even iets zeggen over de opzet van dit webinar. Dus ik zal zo een paar praktische opmerkingen maken over hoe het vandaag gaat. Dan zal ik de sprekers van vandaag voorstellen die ieder een korte introductie geven op basis van een introducerende vraag. En zij zullen samen ongeveer 10 minuten aan het woord zijn. Dan hebben we wat vragen voorbereid die ik ga stellen. En dat duurt ongeveer 20 minuten, naar aanleiding ook van hun visie. En vervolgens is het tijd voor een interactieve discussie met jullie. En Vicky sluit uiteindelijk af. En dan zijn we rond 9 uur, dus over 1 uur en een kwartier klaar. Als het gaat om de spelregels van vandaag. Nou, jullie kunnen je even introduceren in de chat. Je kan zeggen wie je bent, wat je doet, wat je hier brengt. Als je een vraag hebt, want daar gaat het natuurlijk om vandaag. Die kun je posten in de speciale Q&A tab. Dus die zie je als het goed is onder in je scherm. Een aantal van jullie hebben die al gevonden. Klik daarop en stel daar je vraag. Als je een vraag goed vindt, dan kun je hem upvoten met een duimpje omhoog. Dus dat betekent dat de vragen die het meest geliefd zijn, zeg maar, bovenaan verschijnen. En dat maakt het voor mij ook wat makkelijker om de vragen te selecteren. En omdat we vandaag met een vrij klein groepje zijn, is het voorstel ook dat jullie de vraag zelf voorlezen. Dus ik kan jullie ook straks unmuten. Dus als ik je bij de vragenronde het woord geef en vraag om je vraag voor te lezen, dan ga ik je vervolgens unmuten. En dan kun je ook zelf de vraag stellen aan een van de sprekers. Dat maakt het ook wat dynamischer en interactiever. Als je liever wil dat ik hem voorlees of vanwege technische redenen of mensen om je heen wil je hem zelf niet voorlezen, zet het dan eventjes achter je vraag. Dus lees voor of iets dergelijks. Dan ben ik daar gewoon alert op. Het doel van vanavond is natuurlijk om iets te leren, om elkaar te leren kennen en op basis van ook wat je gehoord hebt met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp van vanavond. En dat is dit keer de rol van de Europese Centrale Bank bij het ondersteunen van de economie na corona. Dus wat kan de Centrale Bank doen om landen, om ons uit de crisis te helpen? We zien natuurlijk dat de ECB veel geld pompt in de economie. De vraag is natuurlijk hoe succesvol zijn die programma's? En kan de Centrale Bank de ECB meer doen? En als de Centrale Bank meer gaat doen, wat betekent dat eigenlijk voor de relatie met de samenleving, de politiek, de markt en dat soort relevante actoren. Dus ik ben heel benieuwd ook naar de visie van onze sprekers daarop. Die ga ik nu introduceren. We hebben vandaag bij ons Mark Sanders en Linda van Goor. Mark Sanders is hoogleraar internationale economie aan de Maastricht University. En met een focus op innovatievraagstukken, ondernemerschap en de groene transitie. En hij heeft daarnaast grote interesse in monetaire en financiële systemen en in de hervorming van deze systemen in het bijzonder. Dus dat maakt hem denk ik ook zeer geschikt om vandaag zijn visie met ons te delen. Hoe gaan we nou verder vanuit het huidige systeem en hoe hervormen we het systeem van binnenuit? En Mark, daarnaast ben je ook lid van D66, waar je ook meerdere voorstellen hebt geïntroduceerd over financiële hervormingen. Waaronder het basisinkomen en digitale munten. Hopelijk komen we daar vandaag ook nog even over te spreken. In ieder geval komt er, weet ik, nog een webinar over digital currency, ook in deze reeks. Dus ja, wellicht leuk om voor iedereen die daar interesse in heeft, zich alvast daarvoor in te schrijven. Onze tweede spreker van vanavond is Linda van Goor. Welkom Linda. Jij bent onafhankelijk adviseur en je bent gespecialiseerd in Europese regelgeving op het gebied van de financiële sector. Dat is natuurlijk heel erg hard nodig, sinds de vorige crisis, maar wellicht ook deze. Je hebt uitgebreide ervaring opgedaan in de bancaire sector, bij toezichthouders en bij de Europese Commissie. Dus ik denk heel interessant dat jij al die verschillende werelden van binnenuit hebt leren kennen en ons daar van daaruit je visie kan geven. En met jouw ervaring wil je beleidsmakers vandaag de dag ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid dat rekening houdt met alle partijen en dat bijdraagt aan een stabiel financieel systeem in dienst van een duurzame economie. Nou, dat zijn denk ik van jullie beide zeer mooie ambities en ik ben ook heel erg benieuwd naar alle vragen van alle attendees die jullie vandaag zullen kunnen beantwoorden. We hopen dat we daar gewoon genoeg tijd voor hebben. Ik denk dat we gewoon van start kunnen gaan en ik zou willen vragen of jullie willen reageren op een eerste vraag en daarmee eigenlijk jullie visie kunnen geven. En de vraag is als volgt, kunnen en moeten centrale banken volgens jullie meer doen om de economie te ondersteunen na corona? En misschien kunnen jullie ook in de beantwoording van die vraag iets zeggen over wat centrale banken nou eigenlijk gedaan hebben toen in 2008 de crisis uitbrak en nu ook weer 10 jaar later met de coronacrisis. Ik denk dat het handig is als we even beginnen met Linda. Linda, zou jij in een paar minuten jouw antwoord op deze vraag kunnen geven? En dan geef ik daarna het woord aan Mark en gaan we verder met de Q&A.
En voor iedereen die het nog niet helemaal door had, je kan dus al je vragen in de Q&A zetten. Ook als je een verhelderende vraag hebt, dan ga ik daar gewoon goed op letten. Als er een woord valt waarvan je denkt, wat betekent dat? Want we willen natuurlijk gewoon vandaag zoveel mogelijk met elkaar leren. En dan ga ik die gewoon tussendoor stellen aan Linda en Mark. Linda, ga je gang. Dankjewel, Sarah. En erg leuk dit initiatief. Heel fijn van Positive Money om dit te doen. En ik hoop ook dat de mensen in de meeting vanavond het ook weer verder delen. Als een olievlek, er thuis over praten enzovoort. Want daar hebben we wat aan. Ja, je vraag, hebben de centrale banken genoeg gedaan? Weet je, toen de economie geraakt werd door het infarct, dat corona heette, was het zaak om deze patiënt levend te houden. Te beademen of zelfs de intensive care in de gaten te houden. En overheden hebben daarvoor extra middelen ingezet om lonen te kunnen doorbetalen, om levensvatbare bedrijven overeind te houden. Soms ook niet levensvatbare bedrijven, dat had dan politieke redenen. Centrale banken en toezichthouders op de financiële sector, en dus ook de ECB op hun beurt, hebben ook de bancaire sector on hold gezet. Echt even in coma gezet. Rapportages uitgesteld. De banken gevraagd geen faillissementen uit te spreken of door te zetten. De uitvoering van regelgeving hebben ze versimpeld. Centrale banken zijn doorgegaan met het opkopen van schuld om daarmee geld in de economie te blijven pompen en die draaiende te houden, puur om de boel levend te houden en om de gemoederen te bedaren. Verder geen maatregel, puur intensive care, coma, rust in de tent. Maar ja, net zoals mensen niet al te lang op een intensive care kunnen liggen, omdat daarmee andere blijvende schade wordt aangericht. En net zoals niet iedereen met een IC-opname gered kan worden, omdat ze niet levensvatbaar zijn, bijvoorbeeld. Zo is dat ook met bedrijven in de economie. Hoe langer aan de beademing, hoe meer schade. En het is dus nu zaak om heel voorzichtig de patiënt van die beademing af te halen en met revalidatie weer op eigen benen te zetten. Nou, de ECB kan dat door heel voorzichtig de aankoop van schulden af te bouwen en door de regels voor banken, voor solvabiliteit, liquiditeit, voor het afschrijven van oninbare schulden, om die weer af te dwingen. En dus hoorde je bijvoorbeeld gisteren de ECB verkondigen dat banken die nog kwetsbaar zijn, even geen dividend of bonussen mogen uitkeren. Ze zijn bezig met langzaam weer opengaan, maar niet meteen back to normal, want dat normal, dat was nogal kwetsbaar. Dus daar moeten we niet naar terug. Het moet gezonder. Na de vorige crisis waren de regels voor banken al flink strenger geworden. Zowel de buffers van banken, dus hun elastiek om verliezen op te vangen, en ook hun liquiditeit, dus de beschikbare cash om spaargelden en ander toevertrouwd geld terug te kunnen betalen. Maar wat we hebben nagelaten, en daar hebben we eigenlijk wel spijt van, is de impact van financieringen op de maatschappij te laten meewegen in financieringsbeslissingen. Dus zijn er al die tijd nog steeds in industrieën gefinancierd waarvan we nu zien dat de schade aan de samenleving misschien wel groter is dan we aankunnen. Vele mensen hebben gewaarschuwd voor toestanden zoals deze pandemie. Bill Gates wordt erom verguisd. Yuval Harari beschrijft ook hoe we met z'n allen eigenlijk al eeuwenlang bezig zijn om dat waar wij van moeten leven, om dat kapot te maken. En hoeveel bewijs hebben we nog nodig om te stoppen met de financiering van greenhouse gas emissions? Maar die constatering is pas sinds een jaar of vijf in het debat over financiering erbij gekomen. En dat werkelijke herstel van de economie als geheel, dat is niet aan centrale banken. Dat is aan de overheid als leidend orgaan voor de organisatie van een economie. En de manier waarop die economie moet herstellen, dat is een politieke beslissing. Die triage die dokters op patiënten uitvoeren, wie gaat overleven en wie niet, wie gaat naar de sedatie, dat moeten overheden nu zelf toepassen op hun economie. En dat blijkt heel moeilijk voor ze. En vervolgens is dat weer heel moeilijk voor de centrale banken, omdat dat een impact heeft op de stabiliteit van de financiële sector. Centrale banken mogen niet sturen wie overleeft en wie niet. Ze kunnen wel keuzes maken. Ze kunnen bijvoorbeeld keuzes maken met de aan- en verkoop van schulden. Kiezen voor die schulden die de gezondheid van de economie steunen in plaats van schade. En dus de stabiliteit van de financiële sector steunen. Dat zien we ook wel gebeuren nu. Centrale banken wereldwijd zien nu
dat milieuproblemen en sociale problemen zoals ongelijkheid een risico zijn voor de stabiliteit van financiële systemen en dus voor het vertrouwen in geld. En daarom zijn zij nu bezig die risico's in kaart te brengen en ook de risico's van de transitie. Want niet iedere patiënt op de IC heeft evenveel flexibiliteit om in een nieuwe omgeving ook weer gewoon te overleven. We zeggen wel eens, stranded assets mogen niet leiden tot stranded workers. Een wicked problem is het. Maar ik vind eigenlijk dat gegeven de mandaten die centrale banken op dit moment hebben, dat ze eigenlijk alles al doen binnen hun mandaat wat ze zouden kunnen. We gaan vanavond vast wel meer ideeën zien dat ze nog een beetje meer kunnen, maar ze doen al best heel erg veel, vind ik. Alright, Linda, heel veel dank. Ook fijn dat je het uitlegt door middel van een metafoor die iedereen denk ik wel bekend is, namelijk patiënten en triage en keuzes die we moeten maken. Dat maakt een stuk behapbaarder. Ik ben ook wel benieuwd of je inderdaad vindt dat centrale banken geen politieke besluiten hebben genomen afgelopen tijd. Want je zegt zelf dat is eigenlijk aan de overheid, het is niet aan de centrale bank uiteindelijk. Maar er zijn wel keuzes gemaakt, zoals je eerder zei, om bepaalde bedrijven te steunen bijvoorbeeld. Of bepaalde landen wel of niet. Maar daarover straks wellicht meer. Ik wil graag eerst even het woord geven aan Mark. Mark, hoe kijk jij aan tegen de rol van centrale banken nu in crisistijd? Wat ze hebben gedaan? En zouden ze volgens jou meer moeten doen? Of komen dan in gevaarlijk vaarwater? Nou ja, laat ik beginnen met die metafoor en die analyse van Linda in ieder geval te onderschrijven. Ik denk dat het inderdaad zo is dat centrale banken de lessen hebben geleerd uit het verleden. Als er een crisis is, dan moet je in ieder geval niet op de rem gaan staan. Moet je in ieder geval niet die patiënten die de IC opstromen de zuurstof opnemen. Want dat leidt tot allerlei rampspoed. Dat hebben we in de jaren 30 gezien. Toen in 2008 de crisis kwam, maar ook daarvoor al met de dotcom-bubbel en met 9-11. Eigenlijk zijn centrale banken hebben daarvan geleerd. Je moet de remmen losgooien op het moment dat de crisis daar is. En daarna gaan we wel weer kijken hoe we die echte problemen, het onderliggend lijden, zeg maar, om er even in de COVID-terminologie te blijven, hoe we dat gaan aanpakken. Maar ik ben wel van mening dat centrale banken daar wel oog voor moeten hebben en blijven hebben, ook als er een crisis is. Het is niet zo dat je in een crisis zomaar 100 miljoen aan een ondernemer van 4 dagen mee mag geven. Het is ook niet zo dat je in een crisis als centrale bank moet vergeten dat je uiteindelijk niet alleen verantwoordelijk bent voor het overleven van de patiënt, maar ook voor zijn resilience, zijn levensvatbaarheid, zijn weerstandsvermogen. En daar, vind ik, hadden ze sinds 2008 wel wat harder op mogen acteren, ondanks het feit dat er veel gedaan is en veel veranderd is voor de banken, is toch het systeem in wezen ongewijzigd en zijn heel veel van de dingen die daar eigenlijk mis aan zijn, zeg maar de diabetes en de overgewicht van de patiënt, zijn geaccepteerd als fact of life. En men heeft geprobeerd om daar dus de ergste symptomen van te bestrijden, zonder dat de onderliggende oorzaken echt zijn aangepakt. En een van de belangrijkste redenen waarom ons financiële stelsel en onze economie als geheel daarmee kwetsbaar zijn voor schokken zoals COVID en wat je verder nog meer kunt bedenken, en vooral ook wat je verder nog niet kunt bedenken, dat ook gaat gebeuren. De unknown unknowns. Daar moet je je op voorbereiden door een systeem te bouwen of een systeem te laten ontstaan of te sturen op het systeem zodanig dat het weerstand heeft tegen het onbekende, resilience heeft, veerkracht. En daar heb je een divers systeem voor nodig, waarin heel veel verschillende dingen op verschillende manieren gedaan worden. En wat we nu hebben is een systeem, en dat hadden we in 2008 ook, en dat werd pijnlijk duidelijk dat heel kwetsbaar was, is een systeem waarin heel weinig banken heel veel op dezelfde manier doen. En wat ze doen, dat is inderdaad het probleem van zeg maar, de centrale banken. Wat kan die doen in een crisis? Ze zitten niet direct aan het stuur. Wat ze doen is ze gooien boven in de financiële machinerie een heleboel extra goedkoop geld. Maar waar dat heen stroomt, daar hebben ze weinig controle over. Met de directe opkoopprogramma's iets meer, maar
toch het grootste deel van al die extra liquiditeit, die zuurstof die de economie ingaat, die gaat via de banken de economie in. En die zijn ook nog eens behoorlijk beperkt in wat ze kunnen doen. Dus wat ze doen op dit moment voornamelijk is het financieren van vastgoed, van aandelen. Daar zie je alle koersen door het dak gaan en de prijzen. Terwijl in de reële economie komt het niet of nauwelijks aan, omdat die al tot over zijn oren in de schulden zit. En wat namelijk nodig is om die liquiditeit bij mensen te krijgen, is dat die mensen bereid zijn om dat geld van de bank te lenen. De bank heeft het voor niks, bij wijze van spreken, van de centrale bank. En die kunnen dat doorlenen en dat proberen ze ook. Maar ja, als jij het water al tot aan de lippen hebt staan en je horecaonderneming is dicht of je reisorganisatie maakt geen omzet, ja, dan ga je er niet heel veel bij lenen om nog eens een leuke tv te kopen of een vakantiereis te boeken. Dus dat zit er. Je bent aan het duwen met een touw, als het ware. En dat maakt dat de centrale banken niet heel veel meer. Ze doen wat ze moeten doen, namelijk de zaak niet erger maken. Zuurstof geven aan de patiënten die het nodig hebben. Zonder onderscheid des persoons. Dat is dan ook nog nodig. Dus je gaat niet kijken van nou, die is wel levensvatbaar en die niet. En die doen we het wel en die doen we het niet. Het is een soort blanket. Iedereen krijgt bij wijze van spreken gratis geld. Maar dat moet een keer inderdaad, zoals Linda zegt, afgebouwd worden. En we moeten een keer naar die onderliggende kwalen gaan kijken. En daar zijn wellicht pijnlijke ingrepen en lange revalidatietrajecten onvermijdelijk. Er moet echt wel het een en ander veranderen in de financiële sector. Ook in de financiële sector, laat ik dat bij zeggen. Ook in de reële sector en ook de overheid heeft natuurlijk een rol in dat proces. Maar ook in de financiële sector moeten wel degelijk stappen gezet worden die wellicht voor de sector zelf minder prettig zijn. En daar zal de centrale bank toch echt een leidende rol in moeten gaan nemen. Ja, heel veel dank, Mark. Voordat we het gaan hebben over de fundamenten van het financiële stelsel, even een vraag aan jullie beiden. En dan begin ik even met jou, Mark, want je zegt, de programma's hebben er wel voor gezorgd dat er wat gerichter wordt aangekocht. En we hebben natuurlijk ook wel bijvoorbeeld met financiële crisis gezien dat er heel secuur werd gekeken naar wel of niet bijvoorbeeld van Griekenland opkopen. In hoeverre vind je dat passen binnen wat de centrale bank zou moeten doen binnen het mandaat? Vind je dat politieke keuzes of vind je nog wel dat de onafhankelijkheid van de ECB in die programma's en ook richting de landen gewaarborgd is gebleven? Ik denk dat ze in ieder geval hun uiterste best doen om te vermijden dat ze politieke keuzes maken. Maar de keuze die ze maken, namelijk door het in het systeem te brengen zoals het is, heeft wel bepaalde verdelingseffecten. Heeft bepaalde effecten. Het komt in sommige sectoren wel aan, in andere niet. Het komt in sommige sectoren veel meer aan dan in andere. En het vergroot op dit moment, ik denk dat dat gewoon een feit is, de kloof tussen arm en rijk, de kloof tussen de bezittende klasse en de huurders, bij wijze van spreken, in de woningmarkt. En dat zijn wel politiek brisante effecten, laat ik het zo maar noemen. Dus door geen keuze te maken, maak je ook een keuze. Wat dat betreft is de centrale bank en wat ze nu doen aan opkoopprogramma's niet neutraal te noemen, nog afgezien van het feit dat binnen dat proberen neutraal te zijn, ook nog, ik heb daar wat cijfers over gezien, dat er toch meer dan gemiddeld in de economie nog in de bestaande industrieën geïnvesteerd wordt en opgekocht wordt. Dat is ook logisch, want als je kijkt welke bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot kapitaalmarkten en daar ook hun obligaties en hun stukken aanbieden, dan zijn dat over het algemeen niet de nieuwe start-ups die de energietransitie verder brengen, maar meer eerder de Shells en de Esso's. Dus je zit al snel, door gewoon alles op te kopen in de markt, toch met een bias richting de status quo. Yes, dus eigenlijk zeg je, de centrale banken doen hun best, maar ze worden toch gedwongen om politieke keuzes te maken. En misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat ze juist niet zo heel veel verschillende middelen hebben om heel specifiek keuzes te maken, waardoor je uiteindelijk wel politieke effecten krijgt, zoals
groeiende ongelijkheid, of dat je inderdaad bestaande bedrijven steunt en nieuwe wat minder. Ja, door het via de band van het huidige financiële stelsel, zoals dat nu in elkaar zit, te moeten spelen, omdat ze verder geen instrumenten hebben, is dat de consequentie van het geen keuzes maken. Ja, dat is een heel helder antwoord, denk ik. Linda, hoe zie jij dat? Ja, ik kan het onderschrijven, maar laat ik vooral de indruk wegnemen dat de centrale bank politieke keuzes zou moeten gaan nemen. Het is inderdaad, ze moeten neutraal zijn, omdat iedereen die geld gebruikt, moet er op kunnen vertrouwen dat de centrale bank neutraal is in het maken van dat geld en in het brengen van geld in de samenleving. De politieke keuzes liggen bij gekozen overheden, bij democratisch gekozen overheden. En politieke keuzes horen niet bij een monetaire autoriteit die als taak heeft de stabiliteit van het systeem. Echter, de stabiliteit van het systeem wordt beïnvloed door bepaalde risico's die worden genegeerd door de politiek. En daarom heeft Biden nu ook gevraagd aan de Federal Reserve, ga die risico's dus voor mij in kaart brengen en moet je niet eens een keer een hoger kapitaal gaan vragen aan banken die de fossiele industrie financieren. Daarom heeft DNB ook tegen Den Haag gezegd, je wilt misschien iets strenger gaan kijken op de klimaatmaatregelen, ook zowel van je eigen beleid als wat de bedrijven in Nederland doen. Christine Lagarde staat er inmiddels natuurlijk onbekend, die moet het inmiddels een jaar of twee de hele tijd op die trom slaan. Jongens, het moet groener, want de stabiliteit van het financiële systeem is in gevaar. Dat is dus geen politieke keus, maar dat is een waarschuwing vanuit hun mandaat voor financiële stabiliteit. Ik ben absoluut niet voor het geven van politiek mandaat aan een centrale bank, want dat is in de geschiedenis van het financiële systeem, de 800 jaar die we hebben, altijd fout gegaan. Er is een heel mooi overzicht van Reinhard en Rogoff voor de mensen. Ik zal hem in de chat zetten. Reinhard en Rogoff, 2009, 800 jaar financiële geschiedenis en waardoor crisis veroorzaakt werden. En dat is altijd als overheden op de stoel van de centrale bank gaan zitten en die geldpers gaan gebruiken. Dat werkt niet. Dus alles wat de ECB doet, zoals Mark al zei, heeft maatschappelijke effecten. En dus wordt het politiek verstaan. Ja, nou ja, dat moet de politiek dan oppakken en daar iets mee doen. Dankjewel, Linda. Dus inderdaad, jij bent van mening dat centrale banken onafhankelijk moeten blijven. En niet dus expliciet gebilligd zouden moeten worden om politieke keuzes te maken. Zou je er wel voor zijn dat ze bijvoorbeeld rechtstreeks schulden kunnen opkopen van landen? Of is dat juist ook onderdeel van die politiek die je wil vermijden? Nou ja, je wilt de stabiliteit waarborgen. Hè? Wat je nu ziet is dat centrale banken heel creatief worden in het invullen van die taak stabiliteit waarborgen. Een concept dat bijvoorbeeld nu de ronde doet is de debt for nature swaps. Dus er zijn landen, vooral in de zuidelijke helft van de aardbol, met hele hoge schulden. Maar wel met potentieel enorme carbon sinks in hun natuur. Nou, er wordt overwogen om de schulden van die landen om te zetten in natuur. En dat is de schulden van die landen worden kwijtgescholden op voorwaarde dat er natuur voor wordt beschermd. Hè, de natuur heeft momenteel geen waarde. Dat is iets wat we ook hebben gemist. Dat natuur belangrijk is voor ons. Dat heeft geen financiële waarde. Dus dat wordt niet meegenomen in financieringsbeslissingen. We hebben nu door, dat hadden we misschien wel moeten doen. En de debt for nature swaps zijn een concept waarmee centrale banken schuld kunnen kwijtschelden als het swappen voor natuur. Dat is bijvoorbeeld een concept dat nu erom en wat ook binnen de mandaten van stabiliteitsbewaking past. Ja, interessant. Dus eigenlijk zeg je, er is nog best wel wat ruimte voor centrale banken om andere keuzes te maken, ook binnen dat huidige mandaat. Daar zijn ze hard mee bezig, om dat te bedenken. Ja. Mark? Maar dat zijn in de aard wel heel politieke beslissingen. Kijk, als je als centrale bank neutraal wil zijn, geen politiek wil bedrijven, dan moet je dat geld in wat je in omloop brengt, dat is je kerntaak, moet je in omloop brengen op een manier dat het economisch verkeer niet de ene of de andere kant op stuurt. En dan moet je dat niet richting natuurbehoud brengen, je moet het ook niet richting terrorisme brengen. Je moet het, bij wijze van spreken, als vanuit een helikopter over de economie uitstrooien, zodat het overal landt en overal kan worden opgepakt.
dit soort ideeën. En ik vraag me dan meteen af van nou, debt for nature swaps, waarom, wie heeft die schulden in bezit? En wie gaat die dan inleveren in ruil voor natuurbehoud in de derde wereld? Dat gaat Citicorp waarschijnlijk niet doen. Het pensioenfonds ABP waarschijnlijk ook niet. Dus dat zijn dat inderdaad centrale banken die dat dan doen op kosten van, want het is, uiteindelijk gaat dat daar toch bezit mee verloren. Of laat ik het anders formuleren, een claim op een vreemde overheid gaat daarmee verloren. Dat is bezit van iemand. Die claim wordt niet financieel goed gemaakt. Daar komt een natuurwaarde voor terug. Ik ben zeer met je eens dat we de natuur moeten beschermen. Maar waarom moeten vergelijk het even met de obligaties van Shell, hè, die nu in de portefeuille van de ECB zitten. Dus ECB heeft nu de hele economie, hè, een doorsnee van op de markt verhandelbare papieren, hè, dat ook nog. Hè. Alleen degene met toegang tot die vreselijk ingewikkelde markt, die hebben papier dat de ECB kan opkopen. Er zit schuld bij, de ECB koopt die schuld op, staat een eeuwigheid op die balans. Wanneer komt dat terug? We weten het allemaal niet. Sommigen zeggen, nou, mijn plaatselijke dorpsvoetbalclub gaat eerder kampioen van Nederland worden dan dat terugkomt. Maar goed, dat staat nu op die balans. Hè? Het is feitelijk, is er al monetair gefinancierd. Nou ja, je kan in het mandaat van financiële stabiliteit, want daar hebben we het hier over, en wetende dat milieuproblemen en sociale problemen financiële stabiliteit aantasten, zijn er nu mensen in de wereld van centrale banken die bedenken, dit mechanisme, misschien moeten we dat op een andere manier gaan toepassen. Ja. Namelijk op een manier die de stabiliteit ondersteunt. En daarvan dan, en ja, dat is ergens wel een correctie van politiek foute beslissingen, dat overheden dat niet doen. Want we zitten hier wel second best een probleem op te lossen van overheden die hun geld niet goed allokeren. Want dat is het echte probleem waarom iedereen nu bovenop de centrale banken zegt, alsjeblieft, help. Ja, je wilt eigenlijk dat er overheden zijn die gewoon belasting heffen van multinationals en die toeslagen uitbetalen, ook aan mensen die hun postcode verkeerd invullen. Nou, dat gebeurt nu niet. Dus is de ECB, voor zover ze kunnen binnen dat mandaat, die stabiliteit een beetje aan. Dus dit is meer die vergelijking. Je hebt gelijk, eigenlijk zou dat niet moeten. Dat zou eigenlijk niet moeten. Daar ben ik eigenlijk heel erg tegen. Ik zie wel inderdaad dat jullie daar een overeenkomst hebben. Namelijk dat je allebei zeggen, eigenlijk doet de politiek haar werk nu niet goed. Centrale banken doen hun best om zich aan hun mandaat te houden. Dat gebeurt uiteindelijk toch niet. En dat is ook wel het gebrek aan politieke keuzes vanuit de overheid zelf. Ik wil heel even door naar enkele vragen ook uit het publiek. Anders dan blijven we heel erg lang hangen in deze discussie die super interessant is. Maar we hebben nog een aantal andere relevante vragen te bespreken. Voordat ik doorga naar het volgende onderwerp, er waren nog twee vragen uit het publiek, zag ik, Mark, specifiek aan jou. Of je een voorbeeld kan geven van die pijnlijke ingrepen of akelige maatregelen in de herstelperiode, met name in de financiële sector, zoals de Tobin-tax. Dat is een suggestie van Hans Lindijer. Is dat inderdaad wat je bedoelt? Ja, nou, ik vind de Tobin-tax bijvoorbeeld een heel sympathiek idee. En ik zie Linda al wegduiken, maar dan kunnen we tenminste. Nou, ik heb hem mede geschreven. Financial Times. Linda, wacht. Ja, we gaan eerst even naar Mark. Mark mag hem eerst even verdedigen. Ja. Dus ik denk dat gaat over het beperken van flitskapitaal internationaal. Daar een belasting op zetten om dat te ontmoedigen. Dat lijkt me, dat is standaard repertoire voor een econoom. Als je iets onwenselijks ziet, gooi er belasting op en dan wordt het vanzelf minder. En ik denk dat het bij die handel om de milliseconden en de millicent procentjes, dat een zinvolle interventie zou kunnen zijn. En dan wil ik niet in de discussie komen van waar dat dan aan besteed zou moeten worden, want mensen zien al gouden bergen en willen dan graag allerlei mooie dingen financieren van die Tobin-tax. Als die goed werkt, levert die niks op. En dat zou een belangrijke verbetering zijn van het financiële stelsel, omdat je dan die verknooptheid en die vluchtigheid van de kapitaalstromen, die reëel economisch niks zinvols financieren, zou je een stuk beperken. Dus ik zou daar positief in staan. Dat is een van die pijnlijke maatregelen. Maar er zijn nog meer te bedenken. Ik denk bijvoorbeeld. En nog één kort voorbeeld dan, Mark. Ja, heel kort voorbeeld. Als het gaat over schuld. Wij leggen de schuld van schuld ontzettend bij de schuldenaar. Iemand die schuld maakt, dat is heel calvinistisch, protestants.
zijn schuld. En die schuld moet betaald worden. En dan mag je 10 jaar voor bloeden. Die balans is zoek. Als iemand krediet geeft, is dat net zo goed een verantwoordelijkheid van de kredietgever als van de kredietnemer. En dat zou, die balans zouden we moeten herstellen. En daar moet een centrale bank voor pleiten, want dat gaat de sector zelf nooit in de wet geschreven willen zien. En daar gaat de politiek ook niet hard voor lopen. Maar dat zijn dingen waar de centrale bank kan zeggen, dit zou in het belang van de financiële stabiliteit zijn, dit zou in het belang ook van de burgers zijn. Want als je meer risico bij de kredietgever legt, dan gaat hij ook beter oppassen wie die krediet geeft. En dan krijg je een veel gezonder financieel stelsel, want krediet wordt alleen nog maar gegeven als je ook echt dat risico ingeschat hebt en kunt dekken. En zou dat dan niet alsnog een politieke stap zijn van de centrale bank, als ze dan op die manier met risico's om zouden gaan? Past dit nog binnen het mandaat? Als zij alle kredietgevers dwingen om meer van dat risico op hun eigen balans te houden, dus beperkingen op securitisatie zetten en beperkingen op het doorschuiven van het risico zetten, dan dat kost reëel economisch niet heel veel. De sector wordt wildwoest, want die vinden dat prachtig om dat allemaal te kunnen doen. En dat is efficiënt. Om de risico's op te schuiven naar burgers bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar nou, naar burgers of naar pensioenfondsen in Japan, die ook niet weten wat ze kopen, maar in ieder geval doorschuiven die dingen. Als je dat veel minder mogelijk maakt, dan is zo'n bank gewoon, ja, die staat aan de muur als er iets misgaat met dat krediet. En dan passen ze ook wel beter op welke kredieten ze verstrekken. En dat is veel gezonder. Het is namelijk een wederzijdse verantwoordelijkheid. Ik vind het een heel interessante gedachte. Linda, je mag hier even kort op reageren en dan gaan we door naar de volgende vraag. Nee, ik ben heel erg voor de Tobin-tax. Hebben we al geprobeerd. Twee, dat mislukte politiek. Twee, een basisuitleg hier even. Mark had het over de ECB en de rol van toezichthouder op de financiële sector. Dat is een andere dan de ECB in de rol van monetaire waakhond en geldmaker. In hun rol als toezichthouder op de financiële sector corrigeren ze wel degelijk. Dat is wat ze ook inderdaad doen. Daar hebben ze ook bevoegdheden voor om in te grijpen en om ook te straffen. Dus, en dat gebeurt ook regelmatig in het toezicht. Maar dat, daar mogen ze dus wel politiek, maar het is niet echt een politieke keuze, omdat dat individuele keuzes per bank zijn. Dus hè, Deutsche Bank beoordelen ze anders dan ABN AMRO. Elke bank op zichzelf, daar is wel een normenkader voor. Maar ze kijken bij elke bank, wat doe jij en vinden wij dit gezond? Heb jij een weerbaar businessmodel? Mm-hmm. En in die rol gebeurt momenteel gebeuren heel veel pijnlijke dingen. Oké, helder. Voordat we overgaan naar vragen uit de zaal, heb ik nog één vraag over helikoptergeld. Want dat is ook al gevallen, dat woord. Wat is helikoptergeld precies? En zijn jullie er voorstander van dat centrale banken helikoptergeld gaan uitgeven? Ik parkeer even de vraag of dat nu überhaupt mogelijk zou zijn of niet. Volgens mij kan dat wel, maar zelfs als dat niet zo zou zijn, ben je er dan een voorstander van? En wie kan ik daarover het woord geven? Mark. Ik wil wel eerst gaan en dan wellicht hebben we daar een klein verschil van mening, maar dat gaan we zien. Het zou niet het eerste zijn, maar ga je gang. Ik denk dat het, dus helikoptergeld, de definitie daarvan, of eigenlijk het oorspronkelijke idee was een gedachte-experiment. Stel, je pakt een helikopter met $10 miljoen erin en je vliegt boven het land en je strooit het uit. En daarmee kun je nieuw geld in omloop brengen. Nou, dat hoeft niet meer, want we hebben tegenwoordig digitaal geld met z'n allen. En je kunt als centrale bank dat ook direct aan je burgers of via de banken aan de burgers bijschrijven op de rekening, zeg maar. En dat is gewoon geld wat je om niet op je rekening krijgt. En kunt uitgeven aan waar je het aan wil uitgeven. En het idee van helikoptergeld is, als je dat op die manier doet, Dan gaat iedereen dat op de manier waarop zij dat het beste vinden uitgeven. De student op zijn studentenkamer, die koopt er een goede joint van. Ik misschien een fles wijn en iemand anders lost er een schuld van af. Iedereen doet wat hij doet. En dat is prima, want daarmee gaat het neutraal de economie in. Het is gewoon een bestedingsimpuls die alle sectoren ten goede komt naar rato van hun aandeel in de totale economie. En dan ga je er even vanuit dat mensen verstandige beslissingen maken met geld? Nee, ik ga ervan uit dat mensen ook stomme dingen doen met het geld, maar dat hoort erbij. Dat is deel van het neutraal zijn.
je bent neutraal, dus je gaat geen oordeel vellen over wat is verstandig en wat is stom. En wat is het effect daarvan op de economie? Heeft dat een positief effect? Dat ligt eraan waar die economie zich bevindt in de business cycle. Maar als je in een depressie zit, dan werkt dat goed. Want dan leidt dat tot toename van bestedingen op alle fronten. Mm-hmm. En dan leidt het niet tot inflatie en wel tot meer productie. Maar als je in een hoogconjunctuur zit, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Want dan leidt het tot extra prijsdruk en weinig extra productie. Oké, maar om ons uit de coronacrisis de helikopter gelden, dat zou dus wel een optie zijn, begrijp ik. Linda, hoe denk jij hierover? Nee, ik ben er niet voor. Het is niet verboden. Overigens, artikel 123 van het verdrag zegt dat de ECB niks mag doen wat de markt verstoort. En dat wordt geïnterpreteerd als ze mogen niet monetair financieren en dat soort dingen. Maar dat is maar zeer de vraag. En dat doen ze op dit moment inderdaad ook. Ik weet niet of je met deze neutrale ingreep... Deze neutrale ingreep is ergens wel ook een politieke ingreep. Want daarmee zeg je, beste overheid, jullie hadden aan iedereen meer geld moeten geven of zoiets. Ten tweede, ja, er zijn natuurlijk wel studies dat de meeste mensen hier verstandige dingen mee doen. Maar toch meen ik nog steeds dat het werkelijke probleem ligt bij overheden die het geld niet goed allokeren. En dat los je hier niet mee op. Je lost er misschien wel wat schulden op van mensen. Of, ja, dus ik neig ernaar dat het misschien wel een goed idee is. Maar het lost het probleem niet op. Na COVID hebben we hele gerichte investeringen nodig. En die, ja, dat gaat helikoptergeld niet doen. Maar dat zou, het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Biden doet het nu ook, hè? Ja. Ja, Mark, nog kort. Met een check. Dus je krijgt een check van de federale overheid. En die kun je dan cashen bij de bank. En volgens mij wordt het via een omweg dan alsnog monetair gefinancierd. In ieder geval door de rest van de wereld worden de Amerikaanse staatsobligaties soort van gekocht en in de pluis gelegd. Dus dat komt op hetzelfde neer. Ja. Helder. Nou, ik denk een interessant vraagstuk om nog eens over door te praten. Maar met oog op de tijd, we hebben beloofd dat we zoveel mogelijk ruimte laten ook voor vragen uit het publiek. Ik heb zelf nog wel wat vragen, maar die zet ik eventjes in de reservebak. Ik wil iedereen er graag aan herinneren dat als je een vraag goed vindt, dat je hem dus kan endorsen door op het duimpje te klikken. Dan komt hij vanzelf bovenaan. Dat is bijvoorbeeld ook gelukt met de vraag van Hans Lindeijer. En daar gaan we zo naartoe. En Mark en Linda, jullie kunnen al die vragen dus ook zien. Dat is misschien wat makkelijker als ik straks Hans het woord geef. Even kijken of dat gaat lukken. Dan moet je even zoeken in de lijst, Hans. Daar ben je. Als het goed is, zou jij nu moeten kunnen spreken. Wil je dat even proberen, Hans? Ja, ben ik zo verstaanbaar? Ja, dat ben je zeker. Ga je gang. Bedoel je een toelichting op mijn vraag? Nou, of je zelf je vraag zou willen stellen en als je daar kort iets over wil zeggen nog, dan ben je van harte welkom dat te doen. Oh, wacht even, want ik had twee vragen, even kijken. De bovenste, het gaat over, eigenlijk waar we het net over hadden, dus die directe steun. Ja, in Amerika wordt dus die directe steun gegeven. Ik weet niet of het in Europa algemeen is, maar in ieder geval in Nederland worden bedrijven doorbetaald, zodat ze lonen kunnen doorbetalen. Mijn vraag is, wat is het meest efficiënt? Overigens ziet het in Amerika uit dat het maar een eenmalige uitgave is, als ik het goed heb. Mm-hmm. Maar het is toch een interessante optie en wat is efficiënt? Ja, dus de vraag is, een heel andere eigenlijk aanpak van de crisis, directe steun of inderdaad bedrijven betalen lonen door. Wat vinden jullie het meest efficiënt? Wie kan ik daar als eerste het woord over geven? En het is een vraag voor het is een vraag voor de overheden en niet voor de centrale bank. Dat klopt, maar ik denk wel dat het misschien een interessante vraag is, ook omdat we het net over helikoptergeld hebben gehad. Ja, nee, precies. Dus centrale banken hebben hier niets mee. Ik denk dat het niet zo uitmaakt of het efficiënter is. Lonen die worden doorbetaald of directe steun die wordt gegeven. De directe steun die nu in de VS wordt gegeven is extra, hè, bovenop wat mensen al hadden. Dus dat is inderdaad meer helikoptergeld. En lonen doorbetalen is behoud van wat je had. Er is toch nog wel een extra verschil. Kijk, het doorbetalen van lonen komt natuurlijk uitsluitend en alleen terecht bij mensen die ook die werken in loondienst zijn.
Ja. Dat is wel een groot verschil, denk ik. Dus ik zou de vraag eigenlijk niet zozeer naar de efficiëntie. Ik vind dat ook een lastig begrip in dit geval. Wat is efficiënt in deze vraag? Maar als het gaat over wat is eerlijk en wat heeft effect. Wat is het doel wat je ermee wil bereiken? Is natuurlijk dat je de besteding op peil houdt en dat de economie blijft draaien. Ondanks het feit dat er een lockdown is en een vraaguitval. Ja, dan denk ik dat in principe de Amerikaanse benadering beter zal werken. In de zin van dat geld gaat directer de economie in. Omdat het ook bij mensen terechtkomt die het echt helemaal meteen uitgeven. Maar ook via doorbetaling van lonen hou je een heleboel van de bestedingen op peil. En het heeft ook weer iets, denk ik, te maken met onze toch calvinistische inborst. Hè? De mensen die werken, die verdienen onze steun. En die landbakken op de bank. Niet de bank waar je dan werkt, maar de bank waar je op hangt, die niet. En de vrouw van de tandarts is ook zo'n symbolisch type. Alright. Nou, ik denk een helder antwoord voor Hans en ook dank voor de nuancering. We gaan even verder, want er zijn nog een hoop andere vragen. En er is ook een nieuwe geüpload van Stefan Haas. Stefan, ik ga jou ook weer eventjes unmuten en dan mag jij zelf je vraag voorlezen en eventueel toelichten. Even kijken, als het goed is. Kun jij nu spreken? Ja, ben ik te verstaan? Ja, daar ben je. Kijk, top. De vraag is, in feite komt het neer op het helikopterdiscussie, maar in zekere zin net iets anders. Ik had hem geformuleerd als, is de financiële sector niet al veel te groot ten opzichte van de reële economie? En is het dan wel de oplossing om steeds via de centrale bank, wat toch haar mandaat is, denk ik, te proberen om de financiële economie groter te maken, hopend dat er iets doorcijpelt in de echte economie? Dat is natuurlijk een beetje een equivalent van die trickle-down economics. En is in zekere zin, zou je misschien ook de vraag kunnen stellen, is de financiële sector niet nu al te groot ten opzichte van de echte economie? Want als je kijkt naar de kosten van heel veel bedrijven, zijn die in toenemende mate, het kostenplaatje is in toenemende mate een veel groter aspect in de financiële sector. Dus denk aan de transactiekosten bij een betaling, denk aan de verzekeringen, denk aan de pensioenafdrachten, denk aan de huren, die toch ook in toenemende mate zeker beïnvloed worden door de speculanten op de financiële sector. De ECB is natuurlijk verantwoordelijk voor financieel en monetair beleid. Maar is dat eigenlijk niet op dit moment te kortzichtig? En is het feit dat die financiële sector eigenlijk niet al zo groot is? En is dat niet eigenlijk al het probleem? En heeft het dan nog groter maken? Is dat dan eigenlijk wel de oplossing? Nou, dat is een hele heldere, maar ook grote vraag, denk ik. Omdat je als eerste Linda adresseert, geef ik haar eerst even het woord. En ik denk ook dat Mark staat te popelen, omdat het natuurlijk ook zijn ambitie is om het financiële stelsel te hervormen. Linda, ga je gang. Ja, dit is echt een vraag naar mijn hart. Zonder meer. De financiële sector is veel te groot ten opzichte van de reële economie. En ik ben ook een groot voorstander van diversiteit en wat kleinere banken. Ik heb zo'n voorstel ook wel eens gedaan samen met het Europees Parlement. Om concreet in de bankenregels en in de verzekeringsregels op te nemen dat een bank van verzekeraar niet groter mag zijn dan 1.000 miljard hadden we toen over. Dat vonden ze niet kunnen. Dat heeft het niet gehaald. Dat was wel steun voor, maar niet genoeg. Dat is te groot. Bovendien, op de balansen van de banken staan heel veel transacties en uitzettingen die niets met de reële economie te maken hebben. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de waardegedreven banken. In Nederland is dat bijvoorbeeld Triodos Bank, maar zo zijn er vele in de rest van Europa. Dan zie je dat de ratio uitzettingen aan de reële economie ten opzichte van total assets is ongeveer 75%. Terwijl bij de mainstream banken, de grote, wel de usual suspects, je kent de grote namen wel, daar ligt dat onder de 50%. En de andere, je hebt altijd een stukje echt cash nodig, echt interbankair, voor je financiële flexibiliteit. Maar ja, bij de grootbanken is er toch wel veel sprake van financiële transacties om de financiële transacties. En dat is te groot geworden. Wat moet je daar dan doen? Toch in de regelgeving meer recht doen aan de diversiteit die we zo nodig hebben voor de weerbaarheid van ons systeem. De bankfusies verder niet toestaan, maar juist aanmoedigen om kleiner te worden. En dat is opnieuw niet een monetaire vraag.
Hoewel ik wel vind dat die enorme hoeveelheid financiële transacties is ook een risico voor de stabiliteit van het systeem. Maar deze vraag kan opgelost worden door de politieke beslissing van bankaire regels. Kleiner, diverser enzovoort. Dat zou de weerbaarheid enorm goed doen. All right, Mark? Ja, en ik ben het helemaal eens met de analyse die je maakt. De financiële sector is te groot, doet allerlei dingen die niet dienstbaar zijn aan de reële economie. Maar de oplossing daarvoor zit wat mij betreft niet in, zeg maar, ik zie iets wat ik niet leuk vind, ik ga regelen dat dat niet meer gebeurt. Dat is te makkelijk, of te makkelijk. Het probleem is, zeg maar, dat de onderstroom in die sector, de incentives, de prikkels, de hele manier waarop het geheel georganiseerd is, leidt ertoe dat gedrag zich laat zien en dat dat soort banken ook in de concurrentiestrijd vooruitkomen en groter worden en beter en betere mensen kunnen mensen beter kunnen betalen, laat ik het zo maar zeggen. En dat die diversiteit steeds minder wordt. Dat is een proces wat aan de onderliggende fundamenten van het systeem te wijten is. En daar moet je dan, denk ik, ook uiteindelijk aangrijpen. Je kunt dat proberen door tegen de stroom in te roeien, recht te zetten. Maar je kunt ook proberen de stroom om te draaien. En de prikkels in het hele financiële stelsel zijn op dit moment gericht op, hoe kan ik zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden, want dan ben ik systeemrelevant en dan kan ik me goedkoper financieren en dan kan ik nog meer dingen doen, dan kan ik nog meer bonussen uitbetalen aan mijn topmensen, kan ik nog meer, wat het ook allemaal is wat die aandeelhouders graag willen. Ja. Dat zit in de fundamenten verkeerd en dat is wat mij betreft, denk ik, wel een belangrijke verantwoordelijkheid voor centrale banken als we daar terug naartoe halen. Dat is inderdaad geen monetair beleid, maar een financieel toezicht houdend, eigenlijk een ordenende verantwoordelijkheid die de centrale bank samen met de centrale overheid, dus het is zeker niet alleen de ECB die dat moet doen, dan moet het Europees Parlement en de nationale parlementen ook hun tanden laten zien en stevig ingrijpen. En dan kun je organiseren dat die diversiteit weer ontstaat, dat dat weer mogelijk is, dat dat weer verantwoord is. Want je kunt nu al zeggen van, nou ja, banken moeten minder gereguleerd worden, want dan kunnen ze diverser worden, of we gaan proberen met regulering ze divers te maken. Maar dat zijn, wat mij betreft, hele moeilijke, dat is heel lastig om te doen. Nog een korte vervolgvraag dan. Stel dat jullie gewoon een dag inderdaad chef ECB zijn, en je hebt de kans om een ordenend principe in te stellen, of één ingreep te plegen om ervoor te zorgen dat je inderdaad meer diversiteit krijgt en een heel andere risico-inschatting van banken. Wat zouden jullie dan doen? Ik zou inderdaad naar structuren kijken, omdat Sorry, Mark, ik pak deze microfoon. Ik had niemand het woord gegeven. Eerst Linda, dan Mark. Ga je gang. Die gezonde. Nu worden ondernemingsstructuren van banken toch wel vaak gekozen om fiscale redenen en om maar zoveel mogelijk inkomsten over te houden voor de eigenaren, de aandeelhouders. Ik zou dat opschonen. We hebben vooral in de vorige crisis gezien dat een bestuurder van een bank kan als mens echt niet meer zien wat er in al die 5000 rechtspersonen die onder hem hangen gebeurt. Dat moet simpeler. Ik zou echt, als ik één dag had, dan was dat mijn, het versimpelen van structuren van financiële instellingen. Ik heb natuurlijk wel een hele wensenlijst, maar als ik maar één mag kiezen, dan wordt dat hem echt wel. Ja, dus weg met de federal swaps en al die. Alles wat je als mensen niet kan bevatten, terughalen. Ja. Echt structuren versimpelen. En dat kan op heel veel verschillende manieren en dat vind ik prima. Maar niet zo moeilijk dat je als mens er niet meer doorheen kan kijken. En alleen maar legers aan juristen die daar doorheen kunnen kijken. Ja, dus meer menselijk en begrijpelijke bankieren. Mark? Ja, als ik één dag heb, dan moet ik 3 projecten starten. Het is wel een beetje vals spelen, maar ga je gang.
Maar goed, in één dag kun je veel doen. Nee, ik zou denk ik de basis van het financiële stelsel, het geld, zou ik door een centrale bank digital currency, nou ja, dat moet je eerst goed onderzoeken en geleidelijk invoeren. Maar daar heb ik in een dag geen tijd voor. Dus dan zou ik er maar gewoon voor gaan. En dan zou ik dat introduceren. Dus dat wij als burgers gewoon allemaal en als bedrijven een rekening bij de centrale bank kunnen openen, waar we veilig ons geld kunnen neerzetten voor transacties tussen burgers. En als we dat systeem hebben staan, dan kan er een heleboel meer aan diversiteit in het bankenstelsel vanzelf ontstaan. Kunnen we laten gebeuren. Dat is één. Ik zou denk ik ook want banken moeten inderdaad die buffer hebben om die financiële flexibiliteit te hebben, maar dat hoeven ze niet onderhands met elkaar allemaal te doen, zodat als er een crisis is in één bank, dat iedereen in paniek schiet en alles bevriest. Dat kun je ook via een publiek clearinghouse doen. Dat kost wat meer in normale tijden, dus daar betaal je dan voor, maar in crisistijd ga je daar veel voordeel van hebben. Dus een einde aan interbankaire leningen en alles via het loket van de centrale bank laten lopen. En de derde ben ik nu even vergeten, maar dat geeft niks. De dag is om. Ik denk, met die twee ben ik al een heel tevreden mens. En dan denk ik nog wel even na over die verduurzaming die we moeten gaan financieren. Dat is een iets ingewikkelder probleem en daar heb ik ook de centrale overheid bij nodig. Oké, nou, ik stel voor dat jullie gewoon met z'n tweeën even een dagje share worden. Dan komt het denk ik helemaal goed. We gaan door naar de volgende vraag. Ik zie een vraag van Fred, maar die is straks voor Vicky zo. Volgens mij heeft Hubert vooral een opmerking en geen vraag. Maar als dat niet klopt, Hubert, corrigeer me en zet alsnog eventjes een vraagteken in je vraag. Dan komt die straks aan bod. En dan zie ik dat Rede Monk een vraag heeft. En dan ga ik even naar Rede om Rede te unmuten. Rede, als het goed is, kun je nu spreken. Ga je gang. Ja, ik had volgens mij... ik weet hem eigenlijk niet meer. Kan je hem even voorlezen? Ja, zeker. De vraag van Rede luidt als volgt. Moet geld niet juist duurder en steunprogramma's juist minder? Ja, ik weet hem weer. Ja, door deze steunpakketten in de economie en het geld in de economie te pompen, hou je natuurlijk iets in stand wat eigenlijk geen vernieuwing geeft. En wat, als je dat niet zou doen, waarschijnlijk eerder af zou sterven naar Schumpeter. Dus je kan ook betogen, de economie is vooral gebaat bij hogere rentes en minder steunprogramma's. En die vraag wou ik primair aan Mark stellen, maar eigenlijk ook wel het antwoord van Linda horen. Oké, dan beginnen we even met Mark en gaan we door naar Linda. Ja, dat is de, om even in de COVID-terminologie te blijven, de doorhouddoctrine. Als we die mensen niet helpen, dan sterven ze en dan is die golf voorbij en dan kunnen we daarna gezond weer verder. Dat is... En Schumpeter had dat idee over de economie in de zin van er is creative destruction en er moeten ook dingen dood om nieuwe dingen te laten groeien. En in normale tijden is dat zo. Maar als je een economie op slot gooit van overheidswegen vanwege een gezondheidscrisis, dan denk ik niet dat je tegen de bedrijven die dat raakt kunt zeggen, sorry. Maar het is tijd voor iets nieuws. Er zitten een heleboel levensvatbare bedrijven bij. En dat je dan met je steunprogramma's niet zo precies kunt inregelen dat je dat kunt targeten. En dat je dan in plaats daarvan zegt, oké, iedereen aan de zuurstof en we kijken daarna wel weer verder. Dat vind ik zeer te billijken. Want je moet, er is een groot onrecht als je niet levensvatbare bedrijven met belastinggeld overeind houdt. Maar er is een nog veel groter onrecht als je levensvatbare bedrijven, waar mensen hun ziel en zaligheid in hebben gestoken, kapot laat gaan vanwege een gezondheidscrisis waar ze echt zelf geen enkele controle over hadden of hadden kunnen komen. Sarah, mag ik daar nog een follow-up vraag over stellen? Ja, dat mag, kort. Ja, want eigenlijk zeg je dan, want het zou ook best kunnen zijn dat je misschien een diepere piek hebt op een bepaald moment, echt een diep dal, maar dat je op lange termijn toch beter uitkomt als je het wel zou doen. Kortom, je zegt smeer de lasten en lusten, maar smeer de lasten dan wat langer uit, dan zijn we solidair met elkaar. Het is meer een solidariteitskwestie dan, Mark. Ja. Okay. Het heeft voor mij meer met rechtvaardigheid en eerlijkheid te maken dan met economische efficiëntie. Als,
Als je alleen met economische efficiëntie en dan met name die dynamische efficiëntie van Schumpeter de wereld tegemoet treedt, dan ben je een heel onprettig mens. Oké, helder. Hopelijk zijn die mensen niet aanwezig bij het webinar vandaag. Linda. Ja, nee, dit, opnieuw, dit is een politiek probleem van overheden die het geld wel geven aan vliegtuigen in de lucht houden en niet aan Eurostar die heel graag in de trein Europa rond wil blijven rijden. Daar gaat het over, maar dat kan de centrale bank kan dit niet oplossen. Ik ben helemaal niet voor, ik ben het helemaal eens met Mark, want je moet financiering niet duurder maken op dit moment, want dan ga je een heleboel levensvatbare bedrijven benadelen. Ik zit momenteel midden in landbouwfinanciering bijvoorbeeld, de verduurzaming van de landbouw en de financiering daarvoor. Die financiering moet echt goedkoper, willen we de landbouw kunnen verduurzamen. De boeren zitten echt tot hier in de schuld en dat is helemaal niet gezond. Dus nee, financiering duurder maken gaat hem niet worden. En opnieuw, dit is toch wel een politieke keuze en niet een monetaire. Yes, helder, dank voor die antwoorden. We gaan even door naar de volgende vraag. Ik denk dat die van de anonymous attendee is en het lijkt me dan wel zo slim om die maar gewoon eventjes voor te lezen om de anonimiteit te kunnen waarborgen. Die vraag staat iets verder, Mark en Linda. Ik ga hem gewoon voorlezen. Als de ECB en andere centrale banken een beetje of meer dan een beetje rekening moeten gaan houden met politieke keuzes als klimaat, welvaartskloof of iets dergelijks, dan vult de centrale bank of de ECB het vacuüm dat de politiek blijkt nog niet kan vullen. Waarom dan niet andersom de politici de verplichting geven om meer rekening te houden met de doelstellingen van de ECB? En dan nog een vraag tussen haakjes erbij. Wat is dan de reden om de ECB op te richten in de eerste plaats? Dus we gaan niet misschien het mandaat van de ECB aanpassen, maar wel het mandaat van politici. Wat vinden jullie daarvan, Mark en Linda? En wie kan ik als eerste het woord geven? Mark? Ik wil wel meteen reageren. Nou, kijk, volgens het huidige mandaat van de ECB is het al zo dat ze in de eerste plaats prijsstabiliteit, maar in de tweede plaats, zonder dat dat negatief effect heeft op de eerste plaats, ook het politieke beleid van de Europese Unie moeten ondersteunen. Of mogen ondersteunen, nou ja, net hoe je het formuleren wil. Dus daar zit geen tegenspraak in, wat dat betreft. Voor zover de prijsstabiliteit gegarandeerd is. En politici hoef je geen mandaat te geven om dingen te doen, want die zijn soeverein. Die kunnen dat gewoon doen. Dus als politici met elkaar besluiten, wij gaan nu de klimaatcrisis aanpakken, of wij gaan nu vergroenen, of wij gaan nu de welvaartskloof dichten, of wij gaan nu de zorg opplussen, dan kunnen ze dat gewoon doen. Daar hebben ze ons mandaat niet voor nodig. Anders dan dat we voor partijen moeten stemmen die dat willen. En die, ja, daar komt hun mandaat vandaan. Dus ik denk dat geen mandatenkwestie is. Ik ben even de vraag precies kwijt, maar ik geef hem even door. Ja, de vraag is weg, lijkt het wel. Ja. Oh, klopt. Ik heb hem te snel weggeklikt, denk ik. Ja, de vraag was dus inderdaad of politici niet veel meer rekening zouden moeten houden, of de verplichting zouden moeten krijgen om rekening te houden met het mandaat en de doelstellingen van de centrale bank, in plaats van alleen maar te kijken naar het aanpassen van het mandaat van de centrale bank. Ja, dat moeten we dan democratisch met z'n allen besluiten dat we dat willen, hè? En de vraag is of je daar genoeg support voor krijgt. De allerbelangrijkste vraag die iedereen in Brussel zich altijd moet stellen is, waar is je support? En als je geen politieke support krijgt onder iedereen, de duizenden mensen die meedoen aan het democratische proces, ja, dan en je hebt nog zulke goede ideeën, dan gaan ze niet vliegen. Dit is misschien wel een goed idee, maar dat weet ik trouwens niet. Ik moet beter over nadenken. De ECB zal te autoritair worden, in mijn idee. Maar nee, dit is iets wat we democratisch met z'n allen moeten beslissen. En niet zomaar vanuit een monetair mandaat moeten gaan opleggen. Nee. Oké, helder. Nou, dan weet de anonymous attendee tot wie hij of zij zich moet richten. Ik zie dat ik een vraag van Fred, denk ik, even heb overgeslagen. Misschien is hij nu boven komen drijven. Daar komen we zo aan toe. Maar ik wilde eigenlijk even eerst naar de vraag van Jeffrey Morrel, omdat hij vrij goed aansluit bij deze vraag. En Jeffrey, ik ga jou even unmuten. Dan kun je zelf je vraag stellen. Als het goed is, kun jij nu spreken. Jeffrey.
Ja, goedenavond. Hi. Hallo. Ja, dus om de fundamenten aan te pakken, zou het wijzigen van het Europees verdrag naar een Europees grondwet nuttig kunnen zijn. En in mijn achterhoofd heb ik een zinnetje van een voorzitter van een bank, die zei, zet maar om het even welke president aan het hoofd van de Europese Unie of van Amerika. Zolang de banken geld kunnen creëren, dan zitten wij goed. Oké, dit is denk ik best een brede vraag. Jeffrey, nog heel even, heb je dan ook specifiek over bijvoorbeeld wat er in het verdrag staat over centrale banken? Of bedoel je meer het verdrag in algemene zin? In feite beide. Beide zijn gelinkt. Je hebt daar een bepaalde artikel die veel ruimte geeft aan de banken. En misschien als we dat ook aanpassen, samen met de ECB. Want die twee gaan te samen in feite. Oké, dus het gaat ook specifiek over de ruimte die banken hebben. Linda en Mark, ik hoop dat de vraag duidelijk is. Kan ik een van jullie het woord hierover geven? De vraag is mij niet helemaal duidelijk. Verdrag of grondwet maakt niet zoveel uit. Ik hoor modern monetary theory-achtige ideeën. Oh, als je dat woord gebruikt, dat is een soort bingo. Dan moet je even zeggen wat het is. Ja, dat is een nieuwe manier van denken die dus zegt, als je zelf de geldpers aan kunt zetten, dan hoef je je geen zorgen te maken over schulden die je maakt. Want een overheid in dit geval, toch? Een overheid, want dan financier je jezelf. Nou, ik verwijs opnieuw naar die publicatie van Reinhard en Rogoff 2009. Je moet dat niet willen. Nee, ik begrijp eigenlijk niet zo goed precies. En ook de ruimte van banken in het verdrag. Welk artikel is dat? Ik dacht dat ik redelijk goed ingevoerd was in wetgeving voor banken, maar deze herken ik niet. Nee, dus ik begrijp de vraag niet, Geoffrey. Zou je hem opnieuw willen stellen? Geoffrey. Ja, ik weet niet meer precies welke artikel het was in het verdrag. Misschien zal ik eerst het woord geven aan andere mensen en ik zal intussen wat bekijken in de grondwet dan. Oké, is dat is goed. Mark, wil jij hier toch alsnog op ingaan of eventjes wachten? Ja, ik ben natuurlijk geen jurist, dus ik ga niet eens pretenderen dat ik weet wat er in het verdrag staat en of in de grondwet zou komen. Kijk, de banken hebben ruimte om te ondernemen. Dat is in Europa vrij goed geregeld. En ik geloof dat ze dan een soort van license to operate hebben in alle andere lidstaten. En dat een level playing field moet zijn vanwege één markt. En al die dingen zijn, denk ik, prima. En dat hoort ook in dat verdrag. En daar moet je, denk ik, niet in proberen dingen die op een andere plek verkeerd gaan bij te sturen. Waar het fundamenteel mis zit in de financiële sector, wat mij betreft, is dat daar een functievermenging, en die zit er historisch ingegroeid. En dat heeft altijd prima gefunctioneerd. Dat is ook nog belangrijk om te noemen. Maar dat is aan het ontsporen sinds, nou, laten we zeggen, de jaren 80. Waar de kredietgroei door het dak ging en de economie min of meer door bleef pruttelen. Dus we zitten nu op een bankensector die 4-5 keer het BNP is. Dat hebben we in de geschiedenis nooit gehad. Ook nooit nodig gehad. De enorme industriële revoluties en wetenschappelijke doorbraken zijn allemaal gefinancierd met een veel kleinere bankensector, met veel meer equity in de balans, veel meer skin in the game. Deze financiële sector is niet fit for purpose voor de 21ste eeuw. En de vraag is, hoe krijgen we die geest terug in de fles? En of dat via het verdrag of een grondwet of bankregulering vanuit de ECB of vanaf nationale staten moet komen. Het moet gebeuren. En daar ben ik dan een econoom in. Dit moet gebeuren en hoe je het in de wet schrijft, zal me de spreekwoordelijke... Juist. Dan houden we het even op dat jij een andere aanvliegroute kiest wellicht dan deze juridische. Ik weet er gewoon ook oprecht niks van. Nee, maar het is ook goed dat je dat aangeeft, want dat is ook een hartstikke complexe vraag en we kunnen ook niet overal alles iets van afweten. We gaan even door naar de vragen. Ik heb een vraag van Fred en daarna krijgt Hubert het woord, die mag ook een vraag stellen. Fred heeft een vraag over commerciële banken. Fred, ik ga je even unmuten. Als het goed is, kun jij nu spreken. Fred, ben je daar? Ah,
Amit. Ja, yes. Ik weet niet precies hoe de verhouding zo goed is, maar ik bedoel, wat me verbaast in de discussie is dat een centrale bank allerlei moeite moet doen om commerciële banken te verleiden bepaalde investeringen te doen, met name de groene investeringen te doen. Terwijl de economen zijn, dan denk ik bijvoorbeeld aan Pettifor, die boeken schrijft over de Europese New Green Deal, die eigenlijk zeggen van waarom laten we die investeringen niet door centrale banken gebeuren. Dan zijn we niet afhankelijk van winstverwachtingen die bij private commerciële banken leven. En weten we ook dat zou gebeuren. Wat is nou daarop tegen? Er is vast wel iets op tegen. Onder andere de commerciële belangen van die banken uiteraard. Maar als we daar even aan voorbij gaan, wat is er op tegen om het zo te regelen? Eigenlijk gewoon het systeem dus in stand houden. Niet zozeer die fundamentele wijzigingen die hier worden voorgesteld door de sprekers. Ik ga eerst even naar Mark en dan naar Linda. Nou, het is wel... Ik hoor Fred eigenlijk zeggen dat hij de hele commerciële banksector wil opdoeken. Nou, niet opdoeken, maar niet de dergelijke macht geven die ze nu hebben. Oké. Nee, Mark? Dat gaat zelfs mij te ver, Fred. Oh. Dat is goed om te horen. Nee, ik denk dat waar banken goed in zijn en waar ze zich op zouden moeten concentreren en waar ze mee bezig zouden moeten zijn, is het inschatten van kredietrisico, het evalueren van investeringsprojecten, het bekijken van nou kunnen we dit wel of niet financieren. Daar zijn ze goed in, daar zijn ze groot mee geworden. En centrale banken zijn daar die zijn daar niet zo goed in. En dat is ook niet hun functie in het systeem. Het zou kunnen als je gewoon weet waar je naartoe moet. Dus als je zegt van, weet je, we hoeven helemaal niet dingen te proberen en er is geen onzekerheid en we weten eigenlijk dat het hoge snelheidslijnen moeten worden en die moeten van daar naar daar en dat moet gefinancierd worden, dan kun je zeggen van, zet die pers maar aan en dan gaan we met die banaan. Maar dan moeten overheden dus besluiten, dat moet het zijn en daar gaan we voor. Een beetje de Chinese benadering. Dan kun je dat doen. Maar dan maak je ook hele dure vergissingen als je vergissingen maakt. En wij hebben een ander systeem, een marktsysteem, waarin banken met elkaar concurreren om de beste projecten. En de banken die de beste projecten op de goedkoopste manier financieren, die maken de meeste winst. En daarmee zijn die prikkels aligned. Dus ik vind de rol van commerciële banken in de kredietallocatie heel goed. Ik vind hun rol in de publieke functie van het betalingsverkeer verzorgen, die vind ik pervers. En nu is het een goed moment om naar Linda te gaan. Ja, want ik ben heel erg voor diversiteit. En ik ben ook, weet je, als je de geldcreatie bij één punt neerlegt, dat is fantastisch voor hackers. Hackers proberen nu al elke dag alle betalingssystemen van banken om zeep te helpen. En gelukkig, als ze er eentje hebben, dan staat de rest nog. En als we nog maar één punt hebben waar het geld gemaakt wordt, dan hoeven ze zich alleen maar te richten op het ene. En dus ik ben heel bang voor concentratie van dat risico. Maar goed, ja, dat mag. Ik denk wel dat het een goed idee is om een central bank digital currency te hebben bovenop het bestaande systeem. Ja. Maar het antwoord op jouw vraag, Fred, nee, toevallig ben ik erop gepromoveerd in de vorige eeuw. De rol van de maatschappelijke rol van banken. En dat is juist precies wat Mark zegt. Het beoordelen van projecten, het helpen van ondernemers bij hun financiële huishouding, het dienen van de economie en het dienen van bloeiende ondernemingen. Dat moet je niet bij de overheid neerleggen. Opnieuw lijkt jouw vraag ingegeven, dus de rode draad van dit hele webinar. We zijn niet blij met de manier waarop de overheid keuzes maakt bij het doen van investeringen. Hè, vliegtuigen in de lucht houden, maar treinen om zeep helpen. Daar houden wij niet van. Maar ja, dat is een andere beslissing dan één over het bankaire systeem. Ik denk inderdaad, een laatste ding hierover. Er bestaan goede mensen en slechte mensen. En de meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman zegt. De meeste mensen echt waar. Dat is overal zo in het hele leven. En dat is ook bij bankiers. Ik heb de meest criminele bankiers gezien. En ik heb de meest lieve bankiers gezien. In alle gradaties. Er zijn heel veel duizenden goede bankiers die echt hun ondernemingen steunen. En daar moet je echt niet dit weghalen.
Echt, alsjeblieft, ze hebben een rol in de samenleving en dat moeten ze houden. Fred, je mag even kort reageren, want ik hoor dat je iets wilt zeggen en dan gaan we door. Ja, ik vroeg me bijvoorbeeld af hoe dat zit met investeren, met die verhouding tot het investeringsfonds. Hè, wat eind vorig jaar opgetuigd is om bedrijven, de economie aan te jagen na de coronacrisis. Daar worden keuzes in gemaakt, niet door de overheid, door een aparte commissie, weet ik wat allemaal. Maar waarom kunnen dat soort investeringen dus los van commerciële banken gemaakt worden, terwijl commerciële banken eigenlijk zonder enige democratische invloed hun eigen beslissingen kunnen maken, die tegen het belang van de maatschappij kunnen ingaan. En ook zijn gegaan in het verleden. Nog even kort, Linda, en dan Mark. Ja, nou dat zijn we momenteel dus heel erg aan het corrigeren. In de vorige ronde bankenregels zijn we banken gaan dwingen om impact, maatschappelijke impact van hun financieringen mee te nemen, om dat te monitoren en te volgen. ECB en ook de andere toezichthouders volgen dat nu. En in de volgende volgende ronde van de bankenregels, die dit najaar begint, verwachten we dat daar ook een prijs aan gaat hangen. Dus en in anticipatie daarop zie je banken nu ook al andere beslissingen nemen. Wat je dan bijvoorbeeld ook wel weer ziet, is dat hun fossiele financieringen off-balance gaan. En dat is iets wat we in de zero's hebben gezien met securitisaties. Dus nu zijn we dat weer aan het aanpakken. Maar Fred, weet dat we inderdaad in Brussel bezig zijn met wetgeving die banken dwingt om de maatschappelijke impact van hun financieringen te gaan meenemen in hun keuzes. En daar is ook genoeg politieke support voor. Dus ik heb daar echt wel goede hoop voor. We hebben dat goed ingezet en dat gaan we ook nu doorpakken. Yes, Mark? Ja, en ik wil daar natuurlijk niks aan afdoen. Dat zijn ontzettend belangrijke ontwikkelingen. Ik heb daar, mij bekruipt dan wel altijd het gevoel van, ja, je hebt het ene lek nog niet gedicht of het volgende dient zich alweer aan. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat het in de basis niet klopt. De prikkels staan verkeerd. De verkeerde mensen zijn aan het stuur of komen bovendrijven in de governance structuur van banken. En je zult uiteindelijk misschien toch ook een slag dieper moeten kijken van hoe kunnen we nou die goede bankiers. Mijn vader was vroeger bankier, dus ik weet wat een goede bankier is. Hoe kunnen we die nou aan het roer krijgen in die bank? Hoe kunnen we die versterken? Die professional die eigenlijk voor zijn klanten wil zorgen, zoals een arts dat ook doet, die zijn er inderdaad. En we hebben ook surveys gedaan met Sustainable Finance Lab. Dan blijkt dat ook. Mensen willen dat graag doen. Mensen zijn gefrustreerd en lopen ook bij de bank weg als ze daar niet toe in staat worden gesteld. Hoe kunnen we die systemen zo kantelen dat die mensen met het hart op de juiste plek in de bank meer kunnen sturen op hoe het gaat lopen. Dus dat vind ik een belangrijkere vraag misschien dan dat we in... Zeker, heb ik in de kast staan, Linda. Ja, maar misschien niet iedereen een momentje. Kun je even zeggen wat dat is, Linda? Nou, dus hoofdstuk 8a geeft... Dus ik schrijf... De vraag van Mark beantwoord ik in hoofdstuk 8a in dit boek. Oh, dat is jouw boek. Oké. Misschien kun je straks even een linkje naar jouw boek in de chat zetten. Dat is denk ik wel leuk voor alle participants. Mark, wil je nog heel veel je verhaal afmaken of was dit hem? Ja, dat is hem dan nu even, want nu was ik even de draad. Sorry. Ja. Geeft niks. De heat of the moment, dat kan gebeuren. We gaan door nog eens, denk ik, twee vragen. Want met een oog op de klok zie ik dat we heel snel door de tijd heen gaan. Ik hoop dat iedereen die wil blijven nog heel even kan blijven en dat Linda en Mark ook nog eventjes de tijd hebben om nog enkele vragen te beantwoorden. Als dat niet zo is, geef het even aan. In ieder geval wil ik even Hubert het woord geven. Hij zegt graag twee vragen, maar Hubert, zou je graag één vraag willen stellen en ik ga je nu unmuten, want dan mag je dat gewoon helemaal zelf doen. Als het goed is, kun jij nu spreken, Hubert. Ja, hallo. Kunnen jullie mij horen? Ja, zeker. Ja, oké. Het is eigenlijk voor een deel al behandeld. Maar het gaat eigenlijk over de transitie naar een duurzame maatschappij. En dat wordt eigenlijk ook in de regelgeving onder andere genomen door de Action Plan van de Europese Unie. En de...
ja, de regelgeving die binnenkort eigenlijk ook wel in de financiële fiduciary activiteiten meer en meer gaat opgenomen worden wat betreft de klimaatakkoorden en de Sustainable Development Goals. En mijn vraag is dan ook of de Centrale Bank in samenwerking met internationale instanties zoals de Wereldbank een dus, en ook door het feit dat, dat de huidige Amerikaanse administratie eigenlijk ook wel interesse toont naar internationale globale taxering, dat men de globale taxering op financiële geldstromen, zoals aangehaald is met de shadowbanking, dat men die eigenlijk onder de loep gaat nemen, zodanig dat kapitaal wordt vrijgemaakt voor investering in duurzame ontwikkeling. En dat gaat eigenlijk dan ook gepaard met de mogelijkheid voor een het dekken van de financiële noden van de armere mensen. En dat kan de kloof tussen arm en rijk dan ook doen verminderen. Dus het is eigenlijk een vraag over hoe jullie dat zien zitten, dat centrale banken, gezien de wetgeving rond duurzame economie, dat die dan een mandaat kan krijgen om inderdaad geldstromen, financiële geldstromen te gaan motiveren wanneer ze duurzaam zijn en gaan fiscaliteit op minder duurzame geldstromen gaat volgen op basis van internationale wetgeving. Dus eigenlijk gewoon de financiële opdracht opnemen die internationale akkoorden zouden mogelijk maken. Dat gebeurt nu allemaal al, ja. Daar vul ik mijn dagen mee. Wel, ik zie... Mijn vraag is dan ook waarom dat het dan... want uiteindelijk heel veel van de zaken die vandaag besproken zijn, gaan eigenlijk ook over, daarover. Is de Europese Centrale Bank in staat dan om die zaken die ik juist aangehaald heb op het agenda te zetten? En het antwoord is ja. Ja, ze hebben, in de ECB is de enige Europese instelling met wetgevende macht. Dus zij hebben, ook zonder dat ze democratisch gekozen zijn, toch de bevoegdheid om wetten te schrijven als dat binnen hun mandaat past. En soms doen ze dat. Afgelopen november hebben ze iets gepubliceerd. Het is geen wetgeving, maar wordt wel door de markt zo gezien. En dat is een verplichting om de klimaatimpact van financieringen te volgen voor de 122 grootste banken in het stelsel. En als banken dat niet doen, krijgen ze daar een sanctie op. Dus dat is het eerste. Nogmaals, dit najaar hopen we dat door te trekken voor de 3000 andere banken in de Unie. Maar ook voor de andere, ook voor de sociale en governance risico's. Want belastingontduiking is ook een hele mooie, bijvoorbeeld, die we niet hebben besproken. Maar wat ook in dit rijtje zit van milieu- en menseffecten, maar ook governance-effecten. Ja, en naar aanleiding van Hubert, heel juist... kort hoor, want er zijn nog een aantal andere vragen. Nog even één korte vraag en dan gaan we even naar Mark. Ja, want ik heb ook aangehaald over een duurzame debitkaart voor het levensloon. Dat heeft te maken met dat helikopter dat aangehaald is. Maar ik zou het dan, waarom kunt u dat niet koppelen dan aan een duurzaamheidsvoorwaarde? Dus dat het, men is vrij te besteden hoe dan ook, voor directe besteding of voor investering, al op voorwaarde dat het eigenlijk voor een duurzame doeleinde is. Oké, dus eigenlijk het oormerken inderdaad van dat geld, al dan niet helikoptergeld of een basisinkomen. Mark? Ja, dat wordt dus lastig, want dan ga je op een gegeven moment zeggen van nou, je krijgt je levensloon, zoals u dat noemt, of basisinkomen, of hoe je het ook noemen wil, een toelage monetair gefinancierd op je debitkaart en dan mag je geen vlees van kopen, want dat is niet duurzaam. Als we die kant op gaan, dus de overheid, hoe democratisch legitiem ook, gaat mij voorschrijven wat duurzaam is, wat mag en wat niet mag, dan vind ik het alvast, denk ik, niet meer leuk. Ik denk dat de liberale democratie een belangrijke verworvenheid is. Dat we zelf onze beslissingen mogen nemen binnen de grenzen van de wet. En die grenzen van die wet, die stellen we met elkaar vast. Dat wordt steeds knellender wellicht. Je mag geen handen meer schudden, je moet een mondkapje op, je mag niet meer na 9 uur naar buiten. Oké.
Maar ergens zit daar een grens aan. En ik denk dat je die discussie over wat is duurzaam, wat is niet duurzaam en wat mag je wel doen, wat mag je niet doen, op de daartoe geëigende plekken moet voeren en niet via een achterdeur van een debitkaart mensen onmogelijk moet maken om stomme dingen te doen. Je hebt gewoon als mens, vind ik, het recht om stomme dingen te doen. Dit lijkt me een prachtige afsluiting in antwoord op deze vraag. Ik denk dat we overgaan naar wat waarschijnlijk... Wat zeg je? En ik zei, en als bank niet. En als bank niet, nee precies. Dat is bankstomme dingen doen. We weten allemaal wat er dan gebeurt. Zie je inderdaad ruim 10 jaar geleden. Ik denk dat iedereen het daarover eens is dat dat zeer onwenselijk is. Omdat we het einde naderen, wil ik nog één vraag laten stellen door Connie Berger. Connie, je hebt volgens mij meerdere vragen gesteld, maar ik denk dat met name die over focus op het mandaat van de centrale bank en toezicht op de toezichthouder interessant is. Ik ga jou eventjes unmuten, 1 seconde. Yes, als het goed is kun je nu je vraag stellen, Connie. Je bent nu nog gemute in elk geval, maar volgens mij zou je jezelf moeten kunnen unmuten. Ja. Yes. Ja. Nou, omdat we het al regelmatig hebben het over het mandaat van de centrale bank. En die wordt toch vastgesteld. En dat was ook in de Tweede Kamer, was het een vraag in de commissie van Financiën, toen we het over het geldstelsel hadden. Wie houdt toezicht op de toezichthouder? En daar had ook Bob Hoekstra geen antwoord op. Dus misschien kunnen jullie daar hier in het webinar even helderheid over schaffen, ook voor de deelnemers. Dankjewel. Ja, hele heldere vraag. Ik begin nu even bij Linda, dan gaan we naar Mark. Ik zet in de chat de link naar de uitleg van de ECB over hun verantwoording aan het Europees Parlement. Dat leggen ze uitgebreid uit, hoe zij verantwoording afleggen over hun beleid. Ja, dat doen ze wel. Dat doen ze niet zomaar. Ze doen, nee. Ik vind het ook een hele gekke vraag van parlementariërs om te vragen aan de minister wie er toezicht moet houden op de toezichthouder. Want dan hebben ze hun eigen taak niet heel scherp. Ja. De centrale bank is van ons allemaal, legt verantwoording af over haar activiteiten aan het parlement als hoogste orgaan in onze democratische orde. Dus, en dat is in Europa zo en het is in Nederland zo. Het is niet zo dat ze dat op detailniveau doen, want ze zijn onafhankelijk. Ze hoeven niet elke week te komen uitleggen wat ze nou weer gedaan hebben. Maar ze zijn wel accountable. Ze zijn wel aanspreekbaar op hun handelen. Ik ga dan Connie toch eventjes bijvallen, want ik heb toevallig gewerkt voor een parlementariër nationaal en voor een Europarlementariër. En ik hoorde daar toch wel heel veel geluiden dat men heel veel moeite heeft om de ECB democratisch te controleren. Omdat heel veel besluiten niet openbaar worden gemaakt, omdat het best wel lastig is om je één op één te verhouden tot een ECB-bestuurder bijvoorbeeld. Dat is voor een nationale centrale bank overigens al makkelijker. Maar als het gaat om de ECB, is de speelruimte in elk geval voor nationale parlementariërs, voor zover ik weet, zeer beperkt. En ook als je kijkt naar wat de rol inderdaad van het Europese parlement, Linda, precies is, dat is ook maar zeer beperkt. Dus er is natuurlijk ook een heel debat gaande over, hè, zou je dat toezicht niet democratischer moeten maken en dat er ook wat meer inzicht is in de besluitvormingsprocedures van de ECB voor de politiek en voor burgers. Dus als jullie daar nog even in een laatste antwoord op zouden kunnen reflecteren, is dat denk ik nog een interessante toevoeging. Ja, eens. Opleiding van... Jeetje, hoe moet ik dit kort antwoorden? Nou, eigenlijk vind ik dat alle politici dit boek moeten lezen. Om enige basiskennis te hebben over hoe een monetair stelsel werkt. Dat zou al helpen. Ik ben het met je eens, het kan beter. En zeker van nationale parlementen naar de Europese Centrale Bank. Die vliegt niet. Helemaal niet, denk ik. Europees parlement kan met opleiding en met meer uitleg door de ECB. Ik denk dat dat heeft moeten groeien in de afgelopen jaren. Dat kan beter. En ik vertrouw er ook wel op dat de komende jaren ook steeds weer beter wordt. Dat die verantwoording goed gebeurt. Ik herken je problemen. Dat zit voor een groot deel puur in de basiskennis van de politici. Ja, daar zit ook een groot probleem. Dat kunnen we oplossen. Dat komt voor een deel natuurlijk ook omdat zij
10.000 portefeuilles tegelijkertijd hebben met veel te weinig medewerkers tegenover enorme ministeries en Europese instellingen. Maar dat is weer een ander probleem. Mark? Ja, wat zal ik daaraan toevoegen? Dan moet je dat als volksvertegenwoordiger ook inderdaad heel belangrijk vinden. En daar moet je je tanden dan in zetten. En dan kun je denk ik een heel eind komen. Maar het is inderdaad zo dat de besluitvorming over de dagdagelijkse gang van zaken van de centrale bank is niet ondergeschikt gemaakt. Dat hebben politici bewust zo gedaan, op aanraden van allerlei professionals die er veel van weten. Want je wil niet dat de politiek, wat Linda eerder al zei, op de stoel van de monetaire autoriteiten gaat zitten en dan met de knoppen gaat spelen zonder dat ze überhaupt enige sjoeg hebben van waar ze mee bezig zijn, omdat het nou eenmaal in de politieke cyclus zo uitkomt. Dat heeft men willen voorkomen. Men heeft zichzelf aan de mast gebonden als politici. En men heeft wel bewust de controle op die dagdagelijkse besluitvorming van de centrale bank buiten hun toezichthoudend mandaat gehouden. En er wordt toezicht gehouden op principle-based. Doen jullie je werk goed? Wordt er voldaan aan het mandaat? Is de prijsstabiliteit inderdaad gegarandeerd? Daar kun je de centrale bank en haar bestuur op aanspreken. Je kunt niet navlooien wie er in welke ministerraad heeft gesuggereerd dat er iemand een baan moet krijgen buiten Den Haag. Nee, helder. Maar je zei eerder natuurlijk al, mensen doen af en toe stomme dingen en dat moet ook mogen. Dus het zou ook betekenen dat politici misschien wel weer een stukje zeggenschap terug zouden kunnen winnen als daar democratisch toe besloten wordt. Dat is uiteindelijk toch aan de politiek en aan de democratie om te kijken hoe die relatie opnieuw vorm te geven met centrale banken. Zeker, zeker. En daar uiteindelijk komt alle macht van de soevereiniteit van het volk. Dus als die daartoe besluiten, dan maken we de centrale bank gewoon weer ondergeschikt aan het ministerie van Financiën. Right. Of nou, mij vraagt als econoom, is dat verstandig? Dan is mijn antwoord, nou, nee, ik zou dat niet doen. Nee, maar het is in elk geval, ja, ik denk interessant om over dit soort vraagstukken na te denken. Omdat we ja, ook dankzij jullie input vandaag zien tegen welke beperkingen we oplopen binnen het huidige systeem. Dit was de laatste vraag vanuit het publiek en ook even vanuit mij, omdat we eigenlijk hadden afgesproken dat we om 9:00 al zouden afronden. En het is al bijna 9:15, maar dat is eigenlijk alleen maar een positief teken, omdat er heel veel vragen zijn gesteld. En gelukkig hebben we ook heel veel vragen kunnen beantwoorden. Excuus dat we niet alle vragen hebben kunnen beantwoorden, maar hopelijk kunnen jullie een andere keer kwijt bij een ander webinar. En er komt ook nog een speciale afsluitende bijeenkomst. En daarover wil ik Vicky heel graag het woord geven, maar niet nadat ik Linda en Mark heel hartelijk gedankt heb voor hun aanwezigheid hier. Hele heldere verhalen, denk ik. En heel veel dank dat jullie ook de moeite hebben genomen en de tijd om zoveel vragen vanuit het publiek eigenlijk een beetje spontaan te beantwoorden. Er zaten volgens mij best wel wat pittige vragen tussen. Maar ik vond het ook leuk om te zien dat jullie op grote lijnen, denk ik, veel overeenkomsten hadden. Maar ook wel weer dat er ruimte was voor verschil. Dat is denk ik ook goed naar voren gekomen. En dat geeft denk ik ook alle kijkers en luisteraars te denken. Mij in elk geval wel. Dus rest mij niets te zeggen dan te hopen dat jullie er ook van genoten hebben. En dat alle attendees, alle deelnemers aan dit webinar er ook van wat hebben opgestoken.